Het spookte weer in Sportal de Basis. Sliedrecht Sport tegen Numidia VC Limax. Eerste set is tekenend voor het wedstrijdverloop. Nagelbijtend is het in de eindfase. Limax komt als eerste op setpoint. De Limburgers hebben uiteindelijk 3 nodig om het af te maken. Moeilijke serve, goede set van Van der Sluis. Killblok van Limax en daarmee de 1-0 voorsprong binnen. Ook set 2 gaat weer gelijk op. Sliedrecht loopt een klein beetje voor. Goede serve van Den Hartog. Maknak scoort niet. Verdediging over het net heen. Meijs via de middas op bondje. Makkelijk verdedigd. Keen van Hal. Voorlangs geslagen. Dit is wel een hoekje hoor. En zo komt de Sliedrecht op setpoint. En een foutserve van Silmeijs trekt de setstand gelijk op 1-1. Stuivertje wisselen in de derde set. Limax gaat aan kop. Aanval van Van den Elshout. Verdedigd. Catch weg. Teruggehaald door Van der Sluis. Wat een redding. Knap, knap. Weer via de middas. En raak deze wel. Oké, Limax dendert door naar setpoint. En via een foutserve wordt het 2-1 voor de bezoekers. Set 4 is heel anders. Sliedrecht Sport laat weer zijn kracht zien. Moeilijke serve wordt verwerkt. Dan krijgt Sliedrecht een makkelijke bal. Nekje op Isenia. Wordt nog de lucht ingewerkt door Ipema. Deze bal verdedigd, maar geen controle bij Sliedrecht over het net heen. Maar Knak dan achterover. Vindt de brievenbus. You've got mail. En zo blijft Limax een beetje bij. Maar deze set heeft dat weinig nut. Setpoint voor Sliedrecht. 2-2 gelijk. In de heenronde van de reguliere competitie eindigde de confrontatie tussen Limax en Sliedrecht ook al in een 5-setter. En ook set 5 is een nagelbijter. Waar we normaal tot de 15 punten spelen, zijn we die hier al lang voorbij. We gaan door tot er een winnaar met 2 punten verschil aan het langste eind trekt. Kans voor Limax op 15-16. Goed verdedigd door Van Hal. Van Bladel komt niet tot scoren. Krijgt de bal opnieuw. Lukt weer niet. Handje van Mart de Groot erbij. Hoge bal naar Van Hal. Trekt de stand gelijk door de handjes hoog te raken en over de achterlijn uit te slaan. Sliedrecht dan eroverheen. 20-19 matchpoint. Goed verdedigd. Maar een kansje voor Limax. Freeball. Bal achterover op Van Bladel. Weer goed verdedigd. Tiki-taka uit het net gevist door Isenia. De Hartog haalt dat maar aan. Van Bladel achterover. Probeert er weer het blok te shotten, maar komt er niet langs. Luc de Grote houdt zijn handjes netjes. En daarmee wordt het 3-2. En weet Sliedrecht hier te stunten tegen Limax.